Vier lentes geleden balde André Rieus zijn vuisten in een strijd tegen het financiële noodlot dat dreigde door de onverwachte schaduw van de coronacrisis. Een strijd die, zo bleek, niet zijn eerste dans met de duivel was. De 74-jarige virtuoos, een levende legende in de Nederlandse muziekscene, had eerder al bijna zijn eigen symfonie van ambitie horen doven, ooit, in het glorieuze muzikale jaar van 2008, toen Rieus' naam al fonkelde als een ster aan het firmament werden zijn ambities zo wijd als de horizon. Het Weense Schloss Schönbrunn werd gerepliceerd op een schaal die de verbeelding tartte voor een grandioze concertreeks. Megalomane plannen, gedragen door de wens om de grenzen van muzikale pracht te verleggen. Een klein leger, bestaande uit 250 handen voor het opbouwen van majestueuze decors en nog eens 250 zielen die het podium bevolkten tijdens de optredens, vergezelde hem op zijn reis. Maar de gloriedagen werden overschaduwd door een financiële zonsverduistering. Het bleek een te zware last voor de zakelijke harmonie, een symfonie die zijn tol eiste. De schuldenberg rees tot ongekende hoogte: een duizelingwekkende 34 miljoen euro. De bank, als een onverwachte dirigent in deze geldelijke opera, stak een helpende hand uit. Een hand die weliswaar een hoge prijs eiste. De studio, de CD's, de Stradivarius, zelfs de rechten op zijn eigen naam werden de prijs van zijn redding. Mijn nachten waren doorspekt met zorgen. Biecht Rieu op. De bankinspectie staat in mijn geheugen gegrift. Ze keken om zich heen, op zoek naar alles wat beslag kon worden gelegd. Gelukkig klonk er een stem: laat hem spelen, zo verdient hij nog iets terug. Een jaar later stond ik 20 miljoen in de plus. Maar de bank, als een traag uitdovend muziekstuk. Bleef zijn greep behouden tot 2018, een langdurig afscheid van financiële gevangenschap. Nu, bevrijd van de ketenen der schulden, bloeien Rieuz' zaken als een symfonie die de harten van de wereld verovert. Overweegt hij te stoppen? Ge.